We hebben hier een tip gekregen dat er in het parlement vandaag iets top secret gaat gebeuren en naar het schijnt gaat zot zijn. Het enige dat ik gehoord heb is 9:30 Warandepark en ik denk dat ik ze zie. De bedoeling is dat we straks in groepjes van hier naar daar gaan, via de bezoekersingang. Maar als we in groep gaan toekomen, zal het direct opvallen. Nu, als we in groepjes toekomen, zal het eigenlijk ook heel snel opvallen. We gaan nu in de commissie gaan betogen. Het agendapunt van de gast staat erop. Wij gaan gasmaskers opzetten om te laten blijken dat we echt niet akkoord zijn met die gaswetgeving. Dat wij niet gehoord zijn geweest. We hebben geen hoorzitting gekregen. En we vinden het ook heel belangrijk dat lokale jeugdraden bijvoorbeeld inspraak krijgen bij het opstellen van die gasreglementen. Spannend wel, want eigenlijk gaan we wel iets doen wat niet echt mag, maar we denken dat het nodig is om de aandacht erop te vestigen. Voilà, spannend. Kom aan, mannen. We zijn binnengeraakt in het parlement. Spannend. Schoon in beeld, veel fotografen en dus ze kregen het maar door, omdat al die fotografen klik. En dan kwam er zo'n kerel door en dan moesten we direct buiten. We zijn tevreden. En nu? Ja, nu is het afwachten of er een hoorzitting komt en als die er komt, onze boodschap brengen en anders blijven actie voeren, denk ik. Toch inspirerend hoe mensen zo kunnen opkomen voor hun ideaal. Tot het volgende avontuur. Sorry.